gaan vandaag weer een nieuwe video en zoals jullie zien zet ik er wel gewoon Starstable op. En ja, sorry dat de video later online kwam, maar ik had het nogal druk vandaag en dat had ik niet gepland. Dus ja, sorry. Maar zoals jullie zien zijn de schaduwen en daarachter zie je ook Mustangs. En Mustangs er. En ik vind een Mustang zo schattig. Echt, ik weet niet zeker of ik er al een wil kopen. Dat weet ik niet zeker. Ik ga even denken. Misschien. Nou, ik weet het nog niet. Want aan de ene kant. Dan is mijn Starcoin zo meteen op. Maar aan de andere kant. Ze zijn wel super schattig. Dus ik wacht nog even. Denk ik. Maar ja, in ieder geval ga ik nu eerst vertellen over de schaduws. Dit zijn de nieuwe schaduws. Ik vind ze echt super mooi. Ze zijn net als het paard. Dus ja. En ja, hoe je ze nou aan kan zetten. Ja, je gaat naar telefoon. Dan naar opties. En dan naar grafiek. En dan hier zo het knopje nuancering. Die klik je, nu hij het eigenlijk uit. Dus als je begint met spelen, als je dat nog niet aan hebt gezet, dan staat hij zo. Maar dan moet je op nuancering drukken en dan is het beeld even zwart. En dan is hij aan en dan ziet Starstable er ook veel mooier uit. En dan is het schaduw ook aan. Dus ja, maar laten we ook... Even nou vast naar de Mustangs lopen. Want ik ben er ook echt super benieuwd naar. En ze grazen terwijl je erop zit. Oh, ik ben nu nog meer verliefd. Ik wil echt een Mustang hebben. Ik weet nog niet. Als ik de kleuren niet zo leuk vind, dan wacht ik nog even totdat er nieuwe kleuren uitkomen. Want als er wildkleur uitkomt, dan vind ik die wel echt super leuk. Dus ja. Ze staan hier zo, stond er op Starstable. Dus ja. Ben nieuwsgierig. Waarschijnlijk hier dan. Ah. Oh, zo schattig. Zo lief. Maar deze zwarte vind ik niet zo heel mooi. Oké, ik vind ze wel echt super lief. Maar ik vind deze bonte toch wel erg schattig. Eerst vond ik hem niet zo mooi. Maar nu vind ik hem eigenlijk wel heel erg schattig. Oké, ik ga even lezen. De Mustang is een paardenras gefokt in de wildernis van Amerika. De naam komt van het Spaanse mesteno ofzo, wat op hooggeslagen of wild betekent. Een erg toepasselijke naam voor dit ras, dat oorspronkelijk werd gedomesticeerd ofzo, en toen wild werd, aangezien er geen expliciete, wat een moeilijke woorden, rasnormen voor de Mustang zijn. Oké, ik snap het helemaal. Het uiterlijk kan enorm verschillen van paard tot paard. Echter, de meest voorkomende kleuren zijn bruin, voskleurig en roan. Bruin, voskleur en roan. Misschien komt er een roan uit. Oeh. Oh. Deze is lief. Oh, ik vind deze leuk. Ik wil deze hebben. Maar ik wil ook weten of er nog andere kleuren uitkomen. Nou, pony, wat doe je? Ga rechtdoor, ja. Deze vind ik zo leuk. Ik vind deze echt lief, maar ik vind die bonte ook leuk. Maar ik denk, hoe moeilijk ik het ook vind, dat ik toch even ga wachten tot er misschien nieuwe kleuren uitkomen. Want misschien komt er nog een Roban. Een voskleurige uit, want die is er ook nog niet. We wel een bruine. Of een valk. Dus, ja. Maar ik denk dat ik de bruine ga kopen, want ik vind ze super schattig. En als er nieuwe kleuren uitkomen, dan ga ik daar wel weer gewoon voor sparen. Dan spaar ik wel weer gewoon voor de 2000 starcoins. Dus ik ga de bruine kopen, denk ik. Maar ik zit ook wel een beetje te twijfelen. Want als er nieuwe kleuren komen... Ik ben gewoon een beetje aan het twijfelen. Maar ik denk dat ik de bruine wel koop. Want ik vind hem wel gewoon super schattig en lief. Dus ja, ja, ik ga hem kopen. Koop een pony. Oké, nu moeten we nog de naam van verzinnen. Dat is het ergste van allemaal. Ook alweer het leukst. Oké, ik ga een pony naam uitzoeken. Oké, even kijken. Of ik wat leuks kan vinden.
Ik heb ook echt helemaal geen flauw idee nog voor een naam. Ik heb ook nog helemaal niks in mijn hoofd of zo. Kopper, misschien iets met kopper. Of bullet. Bully. Nou kunnen we bijna misschien Bully of Bully doen. Dat is ook wel schattig. Bullet. Even kijken hoor. Bullet, bullet, bullet. Bullet rain. Bullet. Ik moet wel een beetje een naam, maar ik ga eventjes kijken of ik een leuke naam kan vinden. Dan kom ik zo bij jullie terug. Dus ja, tot zo. Daar ben ik weer en ik heb een naam gekozen. Het woord. Even kijken of die. Ja, hulp nee. Star. Dust. Stardust. En ik vind hem wel echt super schattig. Dus laten we Stardust gaan kopen. Oh. Ik had toch nog geteld. Ik had er 9. Oké. Dit is wel echt een faalmomentje. Ik had nog geteld en ik had 9 paarden in mijn stal. Kijk. Ik ben er nog 10 in. Of ik heb verkeerd geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en mijn paard erbij 9. Maar ja, dan zullen we even eentje op vakantie sturen. Ik doe wel even mijn Fries. Night Warrior stuur de paardeneiland te koop. Ja. Echt gewoon op het punt de pony te kopen. Nee, mijn stal zit vol. Lekker slim. Laat ik het ook maar even skippen. Dan duurt het weer veel te lang. Als hij even verder gaat. Ja. Oké. Skip. Doei pony. We gaan weer naar Marley toe. Heel falend dit. Maar ja, oké. Nu moet hij de pony inpassen. Oké, let's go to... Steve. En daarna naar Marley. Boerderij van Steve. Dus nu gaan echt mijn Jurvik Shillings helemaal op. Gaan helemaal allemaal op. En er zijn ook nog nieuwe animaties voor als je staat. Dus die ga ik zo meteen ook even laten zien. Dus ja. Nu ga ik weer naar Marley toe. Oh kijk. De zwarte Mustang. Die wil ik ook even zien. Als iemand erop zit. Ah, die vind ik ook schattig hoor. Ik vind de zwarte ook wel leuk, alleen ik vind hem een beetje dof. Van kleur. Ah, deze Lipizzane ook een beetje, maar die is toch iets minder. En ik vind dan met die bles, vind ik gewoon heel schattig. Ik spring op een cactus, sorry pony.
Oké, tweede poging. Nog een keer. Stardust, we gaan je opnieuw kopen hoor. Oké, we gaan weer zoeken. De S. Hier zo, star. Dust. Stardust. Bam. Joehoe, we hebben Stardust gekocht. Oh yeah, oh yeah. We hebben Stardust gekocht. Poep, poep, poep. Yes. Ik was echt heel lang aan het denken of ik hem wel of niet zou kopen. Dus, we hebben hem. We hebben hem. Yes. We hebben hem. Joehoe, op naar... ik was echt stief. Op naar Veledeel. En ik was ook heel lang aan het denken voor de naam. Toen kwam ik bij Dust. Toen dacht ik. Ja, Dust. Dat vind ik een mooie naam. En toen zag ik Star. En toen dacht ik Star, Dust. Stardust. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is de naam. Die past bij hem. Hij staat helemaal daarachter. Oh, ik vind hem zo schattig. Oh, Haponi. Ik ben ook echt heel erg benieuwd. What the fuck? Dat hier een sterretje? Oké. Ja, ik snap hem. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de nieuwe stallen die komen. Volgende week volgens mij. Ben ik ook echt heel erg benieuwd naar. Maar kijk, ik heb nu 133 starcoins. Boeit me eigenlijk ook niet zoveel hoeveel starcoins ik heb. Oh, kijk mijn mooie pony, Stardust. Kijk mijn mooie pony dan. Oh, dit is zo schattig. Ik vind het... Oh, kijk die draf. Ik vind het echt schattig. Zo lieve pony. Zo lieve pony. Oh, sorry dat ik niet in groep ga. Ik wil wel even kijken of die wel snel gaat. Ja, hij gaat wel snel. Oh, oké. Oké, dus we moeten spatie doen. Oh, dat is zo schattig. Ik vind het echt leuk. En de steiger... Oh, die is echt super laag. En ik wil ook kijken hoe die springt. Zo cutie. Ik vind hem zo lief. Zo. Oké, mooie pony. Super mooi. En hoe loopt hij achteruit? Ah. Hij gaat eten als je erop zit en dat vind ik zo schattig. Ik vind het lief. En kijk, de nieuwe animaties voor als je gewoon staat. Mijn pony is zo knap. Ja, knappe pony. Oké, ga even een poppetje kijken. Je kan hem dus waarschijnlijk zo draaien. We wachten op je tot je iets nieuws gaat doen. Poppetje. Dus ga maar weer wat nieuws doen. Ja, kijk. Oké, even afvegen of zo. Geen flauwje. Oh, ik heb echt weinig geld nu. Ik ben echt... Ik zweer. Basisuitrusting. Die kunnen weg. En even handen uitrekken. Ja, joh, dat doe ik ook altijd. En de pony is zo schattig. Nieuwe aanwinst van de Darkson familie. Doe duimpje omhoog als jullie hem leuk vinden. Schoenen afvegen. En ik had nog iets gezien. Volgens mij. Weet niet zeker hoor. Dat was net toen ik beeld uit had gezet. Had ik nog iets gezien. Ik weet niet zeker. Maar ja, dat is dus zowel een beetje alle nieuwe dingen. En ik ben ook echt benieuwd naar de nieuwe kleuren die uitkomen. Maar ik ben echt heel blij met mijn pony. Ik heb hoeveel bruine ponies? Ik heb dan de IJslander. De Andalusier. Die moet ik ook zo'n paardeiland gaan halen. Maar dat doe ik wel als de nieuwe stallen er zijn. Welke heb ik nog meer? Volgens mij waren dat de twee bruine ponies. Dus ik heb nog niet zoveel bruine ponies. En ik vind deze zo schattig. Oh ja, we gaan even kijken naar de manen. Die nog kan. Oké, ik heb de pony nog geen uur en ik bezeer hem al. Sorry, het spijt me. Ik vind hem zo lief. Ja, hij is zo schattig. Oké, even kijken. Je kan dus knotjes doen. Oh nee, dat vind ik niet mooi. Ik kan dit haar doen, ook niet zo mooi.
Ook niet. Deze gaat toch wel. Maar ik hou lekker deze maan, het past bij hem. Oké, hup pony, we gaan lopen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, oké. Waar is een mooi plekje waar ik het af kan ronden? Hier zo, bij het water. Nee, we gaan lekker bij de waterval doen. Dat is veel mooier. Ik ga hem zo bokken. Dan gaan we zo... Is het huisje nou ook vernieuwd? Ja, dat was eerst hout. Bruin hout. Nu is het een beetje zilverachtig. Ik weet niet of het aan mijn starstable ligt, maar volgens mij is dat nu zilver. Oké, ik vind het een hele mooie plek om af te ronden. Dus let niet op mijn weinige geld. Maar ja, oké. Dit was mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En tot de volgende keer. Doei!